Mijn naam is Michael Reumerman. Ik ben artsonderzoeker en ook artsklinisch farmacoloog. En ben werkzaam bij de sectie farmacotherapie van het Amsterdam UMC. En ik zal vandaag het college gaan verzorgen van de farmacotherapie in de neurologie voor de cursus MTI 2 van de opleiding ACTA. Vandaag zullen we een aantal onderwerpen gaan behandelen. En de drie belangrijke onderwerpen op dit moment zijn de multiple sclerose, het cerebrovasculair accident, wel te verstaan het CV aan de TIA, en dan ook de ziekte van Parkinson, althans de medicatie daarbij. En om een beetje overzicht te geven in welke medicatie er nu van belang gaat zijn en in welke mate je ze moet kennen, hebben we er een onderscheid gemaakt, net als bij eerdere presentaties. Het belangrijkste zijn de geneesmiddelen die je moet kennen en ook veilig moet kunnen voorschrijven, of in ieder geval iets waar je iets over moet weten. En tijdens dit onderdeel gaat het vooral over het staken van antistelpings- en antistollingsmiddelen bij tandheelkundige ingrepen. En heel specifiek de chemorichtlijn antistolling. En die zullen we in het onderdeel CVA nog gaan bespreken. Nou, daarnaast zijn er een heel aantal geneesmiddelen waar je wel de precieze werking, belangrijke bijwerking en contraindicaties van moet kennen. En een aantal middelen die je niet zo diep hoeft te kennen, waarbij je vooral de globale werking moet weten. En ook welke bijwerkingen ze in het mondgebied hebben. Dus deze middelen zullen in deze presentatie aan bod komen. Nou, laten we beginnen met de multiple sclerose. Want wat is de multiple sclerose nu? Nou, daar zal het college over orale geneeskunde zal er iets meer over inzoomen, maar in ieder geval het is een immunologische aandoening die uiteindelijk de myelineschede van de neuronen zal aantasten. En door die aantasting van die myelineschede, dan zie je ook dat de axonen te gronde gaan, dus echt de zenuwen gaan te gronde, door dus die inflammatiereactie. En een beetje afhankelijk van waar die inflammatiereactie in het brein zich precies, in het brein of in het rugmerg zich precies gaat op, waar het zich gaat aanpakken, zul je dus uitingsverschijnselen krijgen. En een veel voorkomende eerste symptomen zijn bijvoorbeeld visusklachten, maar ook gehoorklachten en uitval van verschillende zenuwen die naar de spieren beïnvloeden. Dus spierzwakte of motorische klachten kun je daarbij krijgen. En uiteindelijk zullen heel veel van die myeline schede en die axonen kapot gaan en dan zal dus niet met het leven verenigbaar zijn, omdat vaak problemen ontstaan met het ademhaling. Nou, multiple sclerose dat heeft verschillende verschijningsvormen. En dat staat hier in het plaatje aan de rechterkant uitgelegd. En zo heb je progressieve relapsing multiple sclerose. Dat is een soort progressieve ziekte waar tussendoor verschillende van die puntjes, van die exacerbaties optreden. En die exacerbaties worden binnen de multiple sclerose ook wel eens SHUBS genoemd. En SHUBS schrijf je S-C-H-U-B. En dat is echt karakteristiek aan die multiple sclerose. Dus echt van die exacerbaties die tussendoor plaatsvinden. En dan is het ook dus heel belangrijk om onderscheid te maken tussen de behandeling van zo'n specifieke SHUB, zo'n puntje, die in heel veel verschillende uitingsvormen voorkomen, en de chronische behandeling van die multiple sclerose. En die aanvalsbehandeling, die SHUB-behandeling, die bestaat voornamelijk uit corticosteroïden. En wel heel specifiek een heel sterk corticosteroïd, namelijk methylprednisolon. En dan ook nog eens in hele hoge doseringen. 500 tot 1000 milligram. Een beetje afhankelijk welke kuur je krijgt, van 3 tot 5 dagen. En dit is echt een enorme hoge dosering. Voor sommige reumatische aandoeningen wordt soms wel eens tot 100 milligram corticosteroïden gegeven. Maar dit is dus tot wel 10 keer zoveel, maar dan voor een korte periode. De onderhoudsbehandeling die is veelzijdig. Er zijn heel veel verschillende middelen die bij multiple sclerose werken. En dat is ook continu in beweging. En het zijn voornamelijk immunomodulerende en suppressieve behandeling. Die dus die inflammatie in het brein en in het ruggenmerg proberen te remmen. Maar aangezien deze vorderingen zo snel volgen, is het misschien als wij hier een presentatie over zouden geven volgend jaar of het jaar erop, is het alweer achterhaald. Dus vandaar dat deze onderdelen niet in de leerstof onder de leerstof vallen. Maar weet wel dat er vooral veel immunomodulerende behandelingen worden toegepast. Als we dan wat meer inzoomen op die corticosteroïden en dan heel specifiek de methylprednisolon, weten we dat het een ontstekingsremmend en immunosuppressief middel is. En die heeft verschillende werkingen.
Hij heeft een mineralocorticosteroïde werking en een glucocorticoïde werking. De mineralocorticoïde werking, dat is een werking die heel erg lijkt op het eigen hormoon aldosteron. En die regelt onder andere de vochthuishouding. En vandaar dat een van de bijwerkingen die je hiervan kan krijgen is bijvoorbeeld oedemen, zwellingen. En door de toevoeging van vocht in het lichaam kan ook hypertensie en ook wel hartfalen ontstaan of verergeren. Daarnaast is er ook een glucocorticoïde werking. En die heeft onder andere effect op de suikerhuishouding. Je kan er diabetes van krijgen of de diabetes kan verergeren. En er kan ook een gewichtstoename ontstaan. Nou, daarnaast zijn er nog heel veel andere bijwerkingen. En vooral bij de methylprednisolon korte kuur ontstaan die bijwerkingen in de derde regel ontstaan heel veel. Dus moeite met slapen, stemmingsklachten en maagklachten die komen veelvuldig voor. Osteoporose en bijnierschorssuppressie, die onder andere is besproken in het college over reumatoïde artritis, is zeker een belangrijke bijwerking bij corticosteroïden en ook bij die van methylprednisolon. Echter, omdat dit maar een korte kuur betreft en enkele dagen, zal de invloed op de botafbraak en de bijnierschors minimaal zijn. En zal er ook geen afbouwkuur nodig zijn voor een korte kuur methylprednisolon. Nou, de interacties met andere middelen, zoals NSAID, salicylaten en antidiabetica, die gelden nog wel voor een korte kuur. En ook moeten we er zeker van zijn dat patiënten geen latente infecties hebben voordat ze die methylprednisolon krijgen. Zoals een TBC-infectie of patiënten met parasieten. Want dit kan door het ontstekingsremmend effect van die methylprednisolon opvlammen en kunnen mensen daar enorme last van krijgen. Nou, wat je dus moet realiseren is dus bij de chronisch gebruik van corticosteroïden een Cushing-syndroom kan ontstaan. Nou, en ook bij een korte kuur van methylprednisolon zie je heel veel van die bijwerkingen die je ook ziet bij het syndroom van Cushing kunnen dan optreden. Bij reumatoïde artritis, als er abrupt gestopt wordt, kon er ook een Addison's disease optreden. Bij het gebruik van die korte kuur methylprednisolon zal je dat niet zo snel zien, omdat de bijnier een schors niet is geremd, omdat er maar kortdurend is behandeld. Als we vervolgens overgaan naar het cerebrovasculaire accident. En bij een CVA moeten we ons altijd afvragen, wat is nu de oorzaak van het CVA? Is het een ischemische oorzaak, dus niet bloedig, of is het een hemorragisch, een bloedig CVA? Dit is van uiterst belang om na te gaan. En als patiënten in een ziekenhuis worden binnengebracht, is dit ook de eerste zaak die je moet onderscheiden. Is het ischemisch, is het hemorragisch en daarvoor worden patiënten bij het vermoeden van een CVA meteen door een CT-scan heen getrokken om te kijken of het een bloedig of een ischemisch CVA is. Want waarom? Het ischemisch CVA kan worden behandeld met fibrinolyse. Fibrinolyse is een groep geneesmiddelen die dus de fibrine, dus de stolling, afbreken. En daarmee dus het stolsel, wat het ischemisch CVA heeft veroorzaakt, kan oplossen. Bij een bloedig CVA wil je natuurlijk niet van deze antistollende middelen gaan geven. Want dan zal iemand nog veel heftiger gaan bloeden. Nou, aangezien het grootste gedeelte van de patiënten een ischemisch CVA zullen doormaken, zullen we het voornamelijk over het ischemisch CVA hebben. En niet zozeer over het hemorragische CVA. Nou, hier zie je de verschillen tussen de twee typen CVA's. Aan de linkerkant zien we een ischemisch CVA. En dit is een enkele tijd daarna. Dan zie je een groot gedeelte aan de linkerkant van het plaatje. Zie je dat is afgestorven. Dus wat donkerder geworden. Aan de rechterkant zie je in de liquorruimtes hier. In het brein zie je bloed. Althans een witte substantie en dat wordt bloed geacht. Dus dit is aan de rechterkant een bloedig CVA. Aan de linkerkant is de restverschijnselen van een niet bloedig CVA. Als we vervolgens in gaan zoomen op dat cerebrovasculair accident en dan specifiek op dat niet bloedige CVA, dan weten we dat er verschillende oorzaken zijn voor dit CVA. En een groot gedeelte van de CVA's komt door een idiopathische reden. En dat het betekent niet meer dan dat we niet zo goed weten wat het nou veroorzaakt, maar er zijn heel veel risicofactoren voor het krijgen van een CVA. Daar gaan we het zo over hebben. Een andere mogelijkheid is dat iemand atriumfibrilleren heeft, ook wel boezemfibrilleren. En ook dat kan leiden tot een cerebrovasculair accident.
Daarnaast zijn er nog een aantal kleine overige groepen waar we het vandaag niet over gaan hebben. Maar het is van uiterst belang om de idiopathische van die atriumfibrillaire te onderscheiden. Want de medicamenteuze behandeling van die twee CVA's zijn verschillend. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Als we dan eerst kijken naar de idiopathische vorm van het cerebrovasculair accident, dan komt dat dus door verschillende risicofactoren. Nou, hier staan er een aantal genoemd, zoals roken, sedentair bestaan, hypertensie, diabetes, hypogastrocnemie. En dit zijn ja, voornamelijk dus risicofactoren die bijvoorbeeld ook gelden voor een hartinfarct. Nou, en hoe ontstaat dan zo'n cerebrovasculair accident? Nou, aan de linkerkant van dit plaatje zien we een normaal bloedvat, een normale arterie. Aan de rechterkant zien we een arterie die wat nauwer is gemaakt door verschillende, eigenlijk door een plak. En die plak dat bestaat onder andere uit cholesterol, maar dat bestaat ook uit trombocyten en heel veel immuuncellen. Daardoor wordt in eerste instantie dat bloedvat wat nauwer. Op zich dat nauwer worden van het bloedvat is niet het grootste probleem, maar als dit losschiet en ergens anders vast komt te zitten, kan het hele bloedvat worden afgesloten. En op dat moment spreken we van een CVA of een cerebrovasculair accident. En je moet je realiseren dat in die plak dus heel veel trombocyten aanwezig zijn. En ook dus heel veel cholesterol. En dat zijn dus ook twee risicofactoren die we kunnen aanpakken om het voorkomen van zo'n plak. En dus ook het voorkomen van een CVA. Nou, en hiernaast is het ook nog belangrijk om je te realiseren dat als dit vat continu wordt afgesloten, dus voor een lange periode, dat eigenlijk het gebied achter dit bloedvat, wat door dit bloedvat van zuurstof wordt voorzien, dat dat kan afsterven. Als het weer wordt geperfundeerd, dus als dat trombusje of dat die afsluiting weer doorschiet naar ergens anders waar je geen last van hebt en het alleen maar kortdurend het bloedvat wordt afgesloten, dan spreken we van een TIA, ook wel een transient ischemic attack, een kortdurende ischemische aandoening. En dat is dus een aandoening waarbij je kortdurend ischemisch bent, maar waardoor meestal wel waardoor je meestal geen restverschijnselen krijgt. Dus deze patiënten komen er in principe zonder kleerscheuren vanaf. Echt, het is wel een hele belangrijke waarschuwing dat het de volgende keer wel menis kan zijn en een echt CVA kan zijn. Dus ook de behandeling tussen een TIA en een CVA is identiek aan elkaar, in ieder geval met betrekking tot de profilaxe. Dus de bescherming voor het opnieuw krijgen van een CVA. Als we dan ook kijken naar hoe deze CVA's worden behandeld, dan wordt het voornamelijk behandeld met antistelpingsmedicatie. Ik zei al, die plak die bestaat voor grotendeel uit trombocyten en die trombocyten moeten geremd worden. En dat kan onder andere door clopidogrel of door acetylsalicylzuur en dipyridamol. Daarnaast is het ook van belang om te kijken naar die andere risicofactoren en die zoveel mogelijk te voorkomen. En dat kan onder andere met antihypertensiva en met cholesterolverlagers zoals statines. En dus naast het voorkomen van een nieuw stolseltje doe je dus ook wat aan die risicofactoren. En onder andere het stoppen met roken en het beter eten valt hier natuurlijk ook onder. Daarnaast kan je dus een cerebrovasculair accident krijgen door atriumfibrilleren. Dus het boezemfibrilleren. Nou, wat is nou precies dat boezemfibrilleren? Nou, normaal gesproken worden de atria worden aangestuurd door de sinusknoop. De sinusknoop die bepaalt hoe snel de atria en de ventrikels gaan samenknijpen. Nou, bij boezemfibrilleren is het zo dat er een ectopisch focus is in het atria die bepaalt hoe snel de atria depolariseren. En die worden ongeveer 300 keer per minuut zullen die bewegen, die boezems, de atria. Dus dit gaat ongecontroleerd en onsamenhangend. Op zich is dit niet een groot probleem, omdat die boezems niet de plek zijn waar het bloed wordt rondgepompt. Mocht het ventrikel nu 300 keer per minuut slaan, dat is namelijk niet met het leven verenigbaar, althans niet heel erg lang. Want dan moet u zich realiseren dat het ventrikel 5 keer per seconde zal samenknijpen.
En in die, zeg maar, 0,2, zeg maar, in die 5 slagen, moet het hart zich gevuld hebben met bloed, moet hebben geslagen, en dat 5 keer binnen een seconde. Nou, je kunt zich wel realiseren dat er dan vrij weinig bloed dat ventrikel instroomt. En dan kan er, als er geen bloed instroomt, kan dat ook niet worden uitgepompt. He, dus die atria, die bewegen 300 keer per minuut. Maar gelukkig is er een AV-knoop, eigenlijk de plek tussen de atria en de ventrikel. En die laat gemiddeld niet die 300 signalen door per minuut, maar laat een gedeelte van die 300 signalen door. En gewoonlijk houden we dan een relatief hoge hartslag aan. Dus deze patiënten zullen, de atria van deze patiënten zullen ongeveer 300 keer per minuut slaan, maar de ventrikels zullen zo rond de 100 tot 150 keer per minuut slaan. Wat ook behoorlijk snel is als je nagaat dat je in rust ongeveer 60 slagen per minuut hebt. En zo zou dat er dus uit kunnen zien op een ECG. Hier zie je de D- en repolarisatie van het hart. En zonder al te veel van een ECG te begrijpen, moet je je realiseren dat je normaal gesproken die slagen om de, even ver van elkaar af zou moeten zien. Maar je kan wel nagaan dat de D- en repolarisatie van deze slag, de tijd tussen de D- en repolarisatie van deze twee slagen langer is dan in dit geval. Dat betekent dus dat er een onregelmatig ritme is. Maar de ventrikels slaan wel volledig. En hier is er dus sprake van atriumfibrilleren. Onregelmatig hartslag en vaak ook nog versneld. En daar moeten we dan wat aan doen. En waarom moeten we daar wat aan doen? Ja, want op zich, die snelle hartslag, daar kunnen mensen wel wat klachten van hebben. Kunnen zich wat gejaagd voelen en wat ongemakkelijk, maar op zich is het niet heel gevaarlijk. Wat wel het gevaarlijke is, is omdat die atria zo ongecontroleerd samen knijpen, dat er gebieden in die atria ontstaan waar de bloedstroom niet heel netjes stroomt. En daar staat het bloed letterlijk stil. En op plekken waar het bloed stil staat, kunnen er propjes ontstaan. En die propjes die kunnen dan eenmaal doorschieten naar bijvoorbeeld het brein en daar dus aanleiding geven tot een cerebrovasculair accident. En aangezien die stolseltjes ontstaan in het atria, en het atria een plek is van veneus bloed, hè, dus niet zuurstofarm bloed, weten we dat andere geneesmiddelen dan die trombocyte-aggregatieremmers, die voornamelijk op arteriële problematiek werken, zoals bijvoorbeeld dat CVA als het idiopathisch is, en dat er in dit geval andere geneesmiddelen werken. En dat zien we dan ook als we kijken naar de behandeling. Want de behandeling van een cerebrovasculair accident, dat komt door atriumfibrilleren, is dus niet met die trombocyte-aggregatieremmers, maar door directe orale anticoagulantia, de DOAX, of ook wel vitamine K-antagonisten. En dan moet je je afvragen, moet iedereen die antistollingsmedicatie krijgen? Nou, en het antwoord daarop is nee. Niet iedereen, maar wel heel veel patiënten. En daarop maken we namelijk een CHA2DS2-score. En de CHA2DS2-score is een score die berekend wordt voor elke patiënt. En afhankelijk van zijn of haar risicofactoren. En hier staan die risicofactoren. En afhankelijk van hoeveelheid risicofactoren je hebt, krijg je een aantal punten. En bij patiënten die 1 of meer punten hebben, dan spreken we dat je moet behandelen met een DOAC. En hoe hoger de score, hoe meer kans je hebt op zo'n cerebrovasculair accident. Dus hoe belangrijker de indicatie is om die DOAC of vitamine K antagonist door te geven. Nou, naast dat we wat moeten doen aan die antistolling, moeten we ook wat doen aan dat ritme en aan de regelmaat van die hartslag. En dat kan onder andere gedaan worden door beta-blokkers. Dus naast dat die beta-blokkers als behandeling gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld de bloeddruk, kan dat ook voor het ritme en de regelmaat van het hart.
Nou, daarnaast is het ook van belang om ook bij deze groep patiënten te kijken naar de hoge bloeddruk en naar de cholesterol. Omdat we weten dat deze patiënten ook een hoog risico hebben op andere hart- en vaatziekten. Dus ook daar moet naar gekeken worden. Maar dit is minder belangrijk dan bij het cerebrovasculair accident. Dat komt door een idiopathische reden. Nou, dan gaan we even individueel inzoomen op de verschillende geneesmiddelen. En heel specifiek ook op de primaire en secundaire hemostase. De primaire hemostase is de hemostase die gepaard gaat met bloedplaatjes. En hier zien we dan ook een bloedvat waar hieronder een wondje in is gemaakt. Of een wondje is gekomen. En dat wondje moet gedicht worden. En hoe gebeurt dat? Nou, dat bloedplaatje hier, dat rode flibbertje, dat zwerft eigenlijk in je bloedlong, in je bloed. En op een gegeven moment komt die dat wondje tegen. En onder invloed van een bepaalde factor, namelijk van Willebrandfactor, plakt dat bloedplaatje aan dat wondje in de celwand of in de vaatwand. En op dat moment laat het heel veel verschillende factoren vrij. Waaronder onder andere ADP, thromboxane A2 en 5-HT, ook wel serotonine genoemd. En die factoren trekken verschillende trombocyten aan. Waardoor er dus een heel kluwen van trombocyten aanwezig is, die dan dat gat in die vaatwand kunnen dichten. Dan spreken we in principe over de primaire hemostase. En je zal zien dat heel veel verschillende geneesmiddelen die aangrijpen op de primaire hemostase een van deze factoren zullen remmen. En door het remmen van een van deze factoren zullen dus minder trombocyten worden aangetrokken en zal dit bloedvat dus minder goed helen. Maar het zal dus ook zo zijn dat die trombocyten minder goed aan elkaar gaan kleven. Dus bijvoorbeeld bij situaties van zo'n cerebrovasculair accident, als je zo'n plakvorming hebt, dan zal je daardoor minder trombocyten aangetrokken zien. De secundaire hemostase berust zich op verschillende stoelingsfactoren. Want nadat die trombocytenaggregatie heeft plaatsgevonden, nadat die trombocyten hebben samengeklonterd, moet er nog een netje overheen gemaakt worden. Namelijk een fibrinenetje. En dat fibrinenetje is nodig om die trombocyten goed op hun plek te houden. Nou, dat zie je hieronder. Fibrine moet uiteindelijk gevormd worden. En fibrine is ook daadwerkelijk dat netje. En als we dan teruggaan, dan zien we dat die omzetting van fibrinogeen naar fibrine, naar dat netje, wordt veroorzaakt door een heel aantal factoren. En dat wordt ook wel de stollingskaskade genoemd. Omdat de ene factor de andere factor beïnvloedt. En uiteindelijk zorgt dan factor 2 dat fibrinogeen wordt omgezet in fibrine. Maar ook dit systeem kunnen we remmen met medicatie. En er zijn verschillende soorten medicamenten dat hierop aangrijpen. Onder andere de directe orale anticoagulantia, de DOAX. Hier aangegeven met dat pilletje. Dan hebben we de vitamine K-antagonisten, hier aangegeven met dit type pilletje. En dan hebben we nog aangegeven met het spuitje de heparines, omdat die ook subcutaan worden toegediend. Nou, en die geneesmiddelen die grijpen aan op verschillende stollingsfactoren. En door die stollingsfactoren te remmen, wordt uiteindelijk de omzetting van fibrinogeen naar fibrine geremd en zal er dus minder netjes komen. En ik had nu een voorbeeld van een vaatwand die kapot ging. Maar je moet je realiseren dat dit dus ook in het atria gebeurt. Daar zijn ook een aantal trombocyten die zich aan elkaar vastplakken, waar ook een netje omheen wordt geplaatst. En dat wil je liever niet, want je wil niet dat daar stolsels ontstaan. En die verschillende geneesmiddelen grijpen dus daarop aan. Nou, een kleine ingreep in wat er nou echt gebeurt in het ziekenhuis. Want op het moment dat iemand een CVA heeft, dan zei ik al, dan kan je fibrinolyse toepassen. En fibrinolyse is het proces van de omzetting van fibrine dat al gevormd was naar fibrineafbraakproducten. En die stap, dat wordt bewerkstelligd door verschillende enzymen. En die enzymen kunnen we ook toedienen. En een van die enzymen is namelijk streptokinase. Streptokinase zorgt er namelijk voor dat plasmine
die fibrinogeen omzet in die fibrineafbraakproducten wordt gestimuleerd. Nou, en dat is dus ook wat we toedienen bij patiënten die een niet-bloedig CVA hebben. Als we dan de individuele geneesmiddelen eens gaan bekijken, dan als eerste de salicylaten. Ook wel de acetylsalicylzuur en de carboxylaat calcium. Wat doen deze middelen nu? Nou, deze middelen die inhiberen thromboxane A2 in de trombocyt. En wat was dat thromboxane A2? We zagen net dat plaatje. Die thromboxane A2 was namelijk een van die factoren die trombocyten vrijliet. En die thromboxane A2 kon onder andere trombocyten naar hem toetrekken. En als er dus geen thromboxane A2 wordt gevormd, is er dus minder aantrekkingskracht van die trombocyt naar andere trombocyten toe. Nou, het mooie aan die salicylaten is dat ze dat doen door irreversibele binding aan cyclooxygenase. En cyclooxygenase is het enzym wat dus uiteindelijk thromboxane A2 maakt. Dus die salicylaat die gaat vastzitten aan cyclooxygenase en laat nooit meer los. En dat nooit meer loslaten is van belang. Want de hele levensduur van een trombocyt zal dat cyclooxygenase dus gerend worden. En de levensduur van een trombocyt is ongeveer 10 dagen. Dus voor 10 dagen, dus als je een salicylaat hebt gebruikt, dan zal je 10 dagen zal je trombocyt minder goed werken. En dat heeft dus niks te maken met bijvoorbeeld halfwaardetijden van geneesmiddelen. Die hebben er voor salicylaten dus niks mee te maken. Als we kijken naar de bijwerkingen, dan weten we dat salicylaten vooral een verhoogde bloedingsneiging geven. Dat kunnen we heel goed verklaren. Aan de ene kant willen we dat, aan de andere kant, bijvoorbeeld in het maag-darmkanaal, willen we dat weer niet. Want daar willen we niet dat iemand gaat bloeden. Daarnaast kunnen salicylaten ook ulceraties geven, dus maagsferen. Dat wordt gedaan, dat voorkomt omdat salicylaten via de remming van cyclooxygenase ook heel veel andere stofjes remt. Waaronder prostaglandines. Prostaglandines zijn namelijk nodig voor de bescherming van het maagslijmvlies. En als er dus minder prostaglandine is, doordat die salicylaten de cyclooxygenase remmen, zullen dus meer maagklachten en ulceraties kunnen optreden. En daarnaast hebben salicylaten een invloed op andere antistollingsmiddelen, want ze versterken elkaars werking. En hebben ze ook een invloed op NSAID's, die eigenlijk vergelijkbare effecten hebben. Nou, en als iemand een bloeding heeft onder het gebruik van salicylaten, is het belangrijk dit af te drukken, eventueel chirurgische heling, dichtbranden bijvoorbeeld, of anders trombocytentransfusie. Dus het toevoegen van trombocyten, zodat er nieuwe trombocyten zijn die wel weer kunnen plakken op dat wondje dat is ontstaan. Naast de salicylaten hebben we ook de P2I12-remmers. En een hele bekende daarvan is de clopidogrel, maar hij heeft ook nog een aantal andere broertjes. En deze P2I12-remmers, die remmen niet de thromboxane A2, maar die remmen de ADP. En ook weer bij deze middelen, en specifiek bij de clopidogrel, is dit weer irreversibel. Dus ook die clopidogrel, als je die inneemt, zal die 10 dagen werken. Ook deze middelen hebben een verhoogde bloedingsneiging. En deze middelen kunnen eventueel nog een interactie hebben met omeprazol. Dus mocht u omeprazol voorschrijven, de omeprazol de maag beschermen, dan zal het wel eens kunnen zijn dat clopidogrel minder goed werkt. En dat heeft te maken met verschillende CYP-interacties. Bij dit middel is het van belang, als er een bloeding is, deze af te drukken en eventueel trombocytentransfusie toe te dienen, als de bloeding heel heftig is. Als laatste hebben we nog de dipyridamol, de fosfodiesterase-remmer. En dit is een middel wat niet net zo lang werkt als dat het geneesmiddel of dat de trombocyt leeft. Dit middel werkt echter maar heel erg kort, of relatief kort, namelijk maar 12 uur. Heeft net weer een andere werking, maar heeft wel vergelijkbare bijwerkingen en interacties. En ook bij dit middel is de manier van coupering van de bloeding weer vergelijkbaar als bij de clopidogrel of als bij de acetylsalicylzuur. Als we daarna gaan kijken naar de andere type
antistollingsmiddelen, specifiek de vitamine K-antagonisten, dan zijn dit middelen die de vitamine K-afhankelijke productie van stollingsfactoren remmen. En er zijn bij ons 4 stollingsfactoren die vitamine K nodig hebben. Dat wel te verstaan, 2, 7, 9 en 10. En als ezelsbruggetje wordt dan vaak 1972 gebruikt, omdat dat dus 9, 10, 7 en 2 bevat. De werkingsduur van dit middel is niet zo lang als trombocyten. Trombocyten hebben hier dus helemaal niets mee te maken, want dit greep dus aan op de stollingskaskade, die stollingsfactoren. En een beetje afhankelijk van welk middel werkt dat 3 tot 5, dan wel tot 3 weken. Ook bij dit middel is de verhoogde bloedingsneiging een belangrijke bijwerking. Maar hebben ook heel veel andere geneesmiddelen interacties met deze middelen. Namelijk vitamine K bevattende voeding heeft namelijk een hele belangrijke interactie. Ja, als je vitamine K antagonist combineert met vitamine K, wat veel zit in groenten, dan kan het effect van die vitamine K antagonisten teniet worden gedaan of worden verminderd. En dat is dus ook de reden dat vitamine K-antagonisten regelmatig gecontroleerd moeten worden. En dit is iets wat de trombosedienst doet. De trombosedienst die prikt namelijk een bepaalde waarde, de INR. En die INR geeft aan hoe goed iemand is ingesteld. En op basis van de hoeveelheid vitamine K die je eet of die je aanmaakt, zal er meer of minder vitamine K-antagonisten moeten worden gegeven. Daarnaast zijn er ook heel veel interacties. En specifiek op het gebied van CYP-interacties. En een hele belangrijke, en helemaal voor jullie, is de interactie met miconazol. Het antimycoticum. Namelijk, bij het gebruik van de vitamine K-antagonisten mag miconazol niet worden voorgeschreven. Dat is echt een contra-indicatie. Ook de orale gel is gecontra-indiceerd. En daarnaast moet u weten dat als patiënten vitamine K-antagonisten gebruiken, ook het gebruik van NSAID een contra-indicatie is volgens de chemo-richtlijn. Dus ook NSAID's in dit geval niet voorschrijven na een ingreep waarbij pijnstilling nodig is. En dat zal paracetamol voldoende moeten zijn. Nou, als patiënten een bloeding hebben onder vitamine K-antagonisten, dan is de trombocytentransfusie niet van toepassing. Aangezien de trombocyten helemaal niet worden aangepakt. Dus afdrukken en wederom weer een chirurgische excisie is van belang. Als het niet heel heftig bloedt, dan zou er vitamine K gegeven kunnen worden, die dan die vitamine K-antagonisten opheffen. Echter, dan zal je pas na een verloop van tijd verbetering zien. Heeft namelijk te maken dat die vitamine K alleen invloed heeft op de vitamine K-antagonisten dat nog aanwezig is. Maar die vitamine K-antagonisten hebben lange tijd, toen ze gebruikt werden, die stollingsfactoren al geremd. Dus als u vitamine K start met geven, dan moeten eerst stollingsfactoren in de lever worden aangemaakt voordat de stolling weer verbetert. En dat duurt een bepaalde tijd, ongeveer 12 tot 24 uur. Als u daar geen tijd voor heeft om daarop te wachten, dan moeten er andere zaken toegediend worden. En een van de manieren waarmee je vitamine K-antagonisten kan couperen, kan platleggen, is 4-factorenconcentraat. En 4-factorenconcentraat is niets meer dan die 4 factoren die hier werd aangegeven, de 1972, maar dan in een potje. En die kan je dus toedienen aan patiënten. We moeten zich wel realiseren dat deze potjes wel enkele duizenden euro's per keer kosten. Ja, dus dit wil je niet bij iedereen toedienen. Ja, dus als het even de ruimte laat, wil je gaan starten met de vitamine K. Daarnaast kan er ook volbloed of plasmatransfusie worden toegediend. Want in ons plasma zit bijvoorbeeld ook die stollingsfactoren. En die kunnen we dan daarvoor gebruiken. Daarnaast de vitamine K-antagonisten valt ongeveer in dezelfde groep de directe orale anticoagulantia. Dit zijn dus ook middelen die op de antistolling werken. Dan kon zich goed realiseren dat dit lastige namen zijn. Damigatran, rivaroxaban, apixaban en edoxaban. Maar als u naar de naam kijkt, kunt u al zien op welke stollingsfactor deze geneesmiddelen aangrijpen. Overal waar een X in zit, grijpt namelijk aan op factor 10. En specifiek op factor 10 aan, omdat de X aanstaat. De dabigatran grijpt aan op factor 2. En hoe kunt u dit nou zien? Namelijk omdat er een B in zit van 2. En ook een TR
En dat staat voor de trombine. De trombine is ook wel factor 2. Ja, dus de dabigatran grijpt aan op factor 2. En de overige drie, waar een XA in zit, grijpt aan op factor 10A. En afhankelijk van de nierfunctie werken deze geneesmiddelen ongeveer 24 uur. Dus als deze middelen elke dag worden toegediend, dan werken ze onwijs goed. Ook bij deze geneesmiddelen is het van belang dat u geen NSAID's voorschrijft. Interacties met miconazol zijn bij deze middelen echter niet van belang. Dus dat kan wel. Nou, hoe moet je deze middelen nou couperen? Nou, een van de manieren om te couperen zijn specifieke antagonisten van deze geneesmiddelen. En vitamine K zal niet helpen. Eventueel kunt u ook die vier factoren concentratie weer toedienen, omdat ook daar factor 2 en 10 in zit. En die werden dus geremd door die directe orale anticoagulantia. Als laatste, de heparines en de LMEH's. Daar moet u vooral van gehoord hebben, maar die zult u niet of nauwelijks zien in uw praktijk. Waarom niet? De heparine die moet intraveneus worden toegediend, dus dat zal voornamelijk in het ziekenhuis plaatsvinden. En de dalteparine en de fractieparine, die krijgen patiënten over het algemeen maar heel erg kort. En als ze wat langer krijgen, dan is het voornamelijk ook weer in het ziekenhuis. Nou, deze middelen grijpen aan op factor 2 en op factor 10. En de heparine wordt dus via continue infusie gegeven. Dus iemand is altijd daarmee bezig en is dus voornamelijk in het ziekenhuis. De LMEH is als subcutane toedieningswijze gegeven. En die werken ongeveer 12 tot 24 uur afhankelijk van het middel. Ook bij deze middelen krijg je een verhoogde bloedingsneiging. En eventueel kan er een trombocytopenie, een tekort aan bloedplaatjes ontstaan. Dit is meer een bijwerking, maar heeft niet zozeer een direct effect van die LMEH's. Nou, hoe moet je deze middelen couperen? Dat is ook wederom weer voornamelijk het afdrukken. Er is een middel wat protamine heet, wat zorgt dat dat deze middelen ook onschadelijk worden gemaakt. Of anders ook wederom weer vol bloed of plasma. Vitamine K heeft bij deze middelen wederom ook weer geen zin. Nou, ik wil u daarom wijzen op deze richtlijn. De chemo-richtlijn antithrombotica. Ik heb hieronder de PDF neergezet. Dat is iets van uiterst belang, omdat u daar in ieder geval het nodige van weet. In ieder geval dit schema. Wat moet u doen in de gevallen dat iemand een antistollings- of antistelpingsmiddel heeft? Dat is iets wat u zich goed moet realiseren, omdat het relatief vaak zal gebeuren. Als laatste onderdeel is het ziekte van Parkinson. Wat is de ziekte van Parkinson? Dus de ziekte van Parkinson is eigenlijk een aantasting van een bepaalde structuur in het brein. En hier ziet u het brein op zijn kop. En op deze plek ziet u de substantia nigra, de zwarte substantie. En die zwarte substantie is zwart omdat daar heel veel dopaminekernen in zitten. En u ziet al, bij de ziekte van Parkinson is dat niet zo zwart meer. En dat komt omdat de dopamine eigenlijk weg is. De ziekte van Parkinson is eigenlijk een dopamine-depletie, voornamelijk in de substantia nigra, maar ook op heel veel andere plekken. En als gevolg daarvan hebben de mensen de hele specifieke bewegingsstoornissen. Namelijk een rusttremor, bradykinesie, dus bewegingsarmoede. Ze zijn rigide, ze hebben een heel specifiek maskergelaat en houdingsinstabiliteit. Moeilijkheden met bepaalde houdingen aanhouden. En dat is de meest gebruikelijke vorm die u kent. Maar u moet zich realiseren dat er ook heel veel psychische gevolgen en andere gevolgen naast de motorische verschijnselen kunnen optreden. Er kan namelijk een Parkinson-dementie optreden, psychotische kenmerken, slaapstoornissen en autonome dysfunctie die ook allemaal de gevolgen van de depletie van dopamine kunnen ontstaan. Nou, en dan zou je denken, nou goed, als de ziekte niets meer is dan een tekort aan dopamine, dan kunnen we gewoon dopamine toevoegen. En dan is het probleem opgelost. Nou, als u dat heel simpel bekijkt, dan zou dat in principe zo zijn. Maar dat is lang niet zo makkelijk om continu dopamine in het brein op de juiste plek te krijgen. En bij de ziekte van Parkinson hebben we dus verschillende manieren om die dopamine tot een zekere concentratie weer omhoog te brengen. En vooral in de vroege fase van de ziekte van Parkinson
kunnen dopamine-agonisten, dus dat zijn geneesmiddelen die aangrijpen op de dopamine-receptor en deze stimuleren, eigenlijk vergelijkbaar met dopamine, kunnen dat eigenlijk reproduceren. Een ander middel is levodopa. Dat is een middel dat door de bloed-hersenbarrière heen kan en vervolgens kan worden omgezet in dopamine. Nou, het voordeel van die levodopa is dat er minder bijwerkingen optreden, maar dat er meer responsfluctuaties zijn. Dus dat patiënten on- en off-periodes kunnen krijgen. Ja, dus periodes waar mensen dus of te veel dopamine hebben of te weinig. Nou, voor gewoon de late en gecompliceerde fase van de ziekte van Parkinson is de levodopa eigenlijk de enige manier om deze ziekte goed te behandelen. En het is niet zozeer behandelen als meer het suppleren van de dopamine. We gaan de ziekte van Parkinson zelf kunnen we niet meer behandelen, althans op dit moment nog niet. Nou, en aan die levodopa kunnen vervolgens ook verschillende geneesmiddelen worden toegevoegd. En daar ga ik het zo even over hebben in dit schema. Want hier ga ik proberen uit te leggen wat de geneesmiddelen zijn bij de ziekte van Parkinson. Hier aan de linkerkant zien we een gebied wat we gaan bestempelen als het gebied buiten de bloed-hersenbarrière. Aan de rechterkant van deze oranje lijn zullen we het gebied klassificeren als binnen de bloed-hersenbarrière. Nou, normaal gesproken hebben we in de bloed-hersenbarrière verschillende dopaminerge neuronen. En die zullen dopamine in de spleet tussen twee verschillende neuronen inbrengen om signalen van het ene neurotransmitter naar de andere neurotransmitter te brengen. En dus deze dopaminerge neuron zal dopamine, die blauwe bolletjes, afgeven, die vervolgens zullen gaan zitten op de receptor, waardoor het signaaltje weer verder kan gaan. En op deze manier worden bijvoorbeeld signaaltjes van beweeg mijn arm of ontspan je arm worden doorgegeven. Nou, in de vroege fase van de ziekte van Parkinson konden dus die dopamine-agonisten worden gegeven. Nou, die werken dus vooral achter de bloed-hersenbarrière, dus in het brein, en kunnen dus die receptoren stimuleren. In de late fase speelde dus levodopa een belangrijke rol. En levodopa is een middel dat in principe buiten de bloed-hersenbarrière wordt gegeven en dan over de bloed-hersenbarrière heen gaat, wordt omgezet door een bepaald enzym, decarboxylase, tot dopamine. Nou, voor zover denk ik dat het wel helder is. Echter, die levodopa kan buiten de bloed-hersenbarrière ook uiteenvallen tot dopamine en een afbraakproduct van dopamine door ook die decarboxylase. En dat is heel vervelend, want die dopamine en die afbraakproduct die kunnen voor heel veel bijwerkingen veroorzaken. En dat wil je niet, want je wil zoveel mogelijk levodopa de bloed-hersenbarrière overkrijgen en perifeer, dus buiten de bloed-hersenbarrière, zo min mogelijk bijwerkingen ervaren. Dus daar zijn verschillende geneesmiddelen voor bedacht. Die remmen namelijk de omzetting van levodopa naar dopamine of die levodopa naar het afbraakproduct. En dat zijn de geneesmiddelen carbidopa en entacapon. En deze middelen zijn er dus primair voor bedoeld dat de bijwerkingen buiten de bloed-hersenbarrière van die levodopa zo min mogelijk aanwezig zijn. Het andere probleem is dat die dopamine in de bloed-hersenbarrière ook afgebroken kan worden. Kan namelijk wederom weer tot die afbraakproduct van dopamine en door tot MAO-B worden afgebroken. Ook hier zijn weer remmers voor om te zorgen dat die dopamine zo lang mogelijk in het brein aanwezig blijft. Dus dit zijn de middelen die ervoor zorgen dat die dopamine zo effectief mogelijk aanwezig is. En dat zijn de tolcapon en de racegeline. En deze middelen werken dus in de bloed-hersenbarrière en deze middelen werken daarbuiten. En dus op deze manier kunt u een beetje inzicht krijgen in de verschillende geneesmiddelen die van belang zijn bij de ziekte van Parkinson. De carbidopa en de entacapon, die dus vooral zorgen voor minder bijwerkingen buiten de bloed-hersenbarrière. De levodopa, die dus over de bloed-hersenbarrière heen gaat, wordt omgezet in dopamine en uiteindelijk ervoor kan zorgen dat die signaaltjes
doorgegeven kunnen worden. We hebben dan middelen die in de bloed-hersenbarrière ervoor zorgen, of achter de bloed-hersenbarrière ervoor zorgen dat de dopamine zo min mogelijk wordt omgezet in afbraakproducten, de tolkoponen en de racicliline. En daarnaast hebben we dus nog de dopamine-agonisten, die alleen in de vroege behandeling van de ziekte van Parkinson een werking hebben. Als we dan heel even kijken naar wat de werking dan is van deze specifieke middelen, bijvoorbeeld de dopamine-agonisten en de levodopa, dan zien we dat ze vooral heel veel bijwerkingen kunnen geven. En heel specifiek de droge mond. Dat is een heel karakteristieke bijwerking van beide middelen. En met name de levodopa. Nou, daarnaast zie je dus, vooral bij de levodopa, dat je op sommige momenten, als er heel veel dopamine aanwezig is, dat mensen heel erg bewegerig zijn, de dyskinesie. En op het moment dat de levodopa is uitgewerkt, dan zie je juist weinig bewegingen, akinesie. Nou, belangrijk, wat ook nog heel erg van belang is bij patiënten met de ziekte van Parkinson, is geen andere dopamine-antagonisten te geven. Want dopamine-antagonisten die remmen juist het proces van de pramipexol en de levodopa. Dat is namelijk precies het omgekeerde. En een van die middelen die een dopamine-antagonist is bijvoorbeeld metoclopramide. Metoclopramide is een middel dat wordt gegeven voor misselijkheid. En dus bij patiënten die misselijk zijn en die u daar iets voor wil geven, kunt u metoclopramide voorschrijven. Echter, bij de ziekte van Parkinson moet u dit dus niet doen, omdat daardoor de Parkinson alleen maar erger zou gaan worden. Nou, dat was voor vandaag het college over neurologie. Het moet dus van belang zijn dat vooral de richtlijn van de chemo het allerbelangrijkste is voor u. Ga u zich daar nog eens in verdiepen. En uiteraard is het ook van de andere geneesmiddelen van belang om daar enigszins begrip van te krijgen. Zodat u patiënten met neurologische aandoeningen zo goed mogelijk kunt adviseren en ook weet wat u ermee aan moet. Een prettige dag nog en hopelijk tot snel.